En die punten moet AFC zien te pakken zonder aanvoerder Daan Sutorius. Vorige week tegen VVSB geblesseerd geraakt aan de enkel van de Boogaard er niet bij. Een teenblessure en ook grootfaam nog altijd in de lappenmand. Vijfde minuut van de wedstrijd. Eerste gevaar voor het doel van de Amsterdammers. Kopstoot is van Fonfiel. Hercules een lastige tegenstander voor AFC. Eind vorig jaar werd er in Utrecht met 2-0 verloren. AFC wel de iets betere ploeg in die eerste helft. De bal gaat over Kluin heen. Hij mocht in de basis starten. Halverwege de eerste helft. Richard voor AFC in de combinatie met Edi Biberoglu. Als Biberoglu in balbezit komt, is het altijd opletten geblazen. Handige voetballer. Met een goede individuele actie. Ook nu weer kijk eens mooi gedaan. En dan afronden, zo zou je wensen. Maar doelman Lichtenmoed hoeft niet in actie te komen bij deze bal van Biberoglu. Halverwege die eerste helft. Bal wordt opgepikt door Burgers. Via Chiesane gaat het naar de andere zijde. Wat doet de doelman van AFC daar? Laszlo Sandor, die hoort daar helemaal niet te zijn. En Francis van Rooij opent te scoren. In de omschakeling uitermate efficiënt. Maar Sandor moet gewoon in zijn goal blijven, want daar zijn nog verdedigende mensen. Willemsen en Chakison om in te grijpen. Moulet. De linksback mee naar voren gekomen. Aardige voorzet. Koopman uit de draai. Dit is lastig. Scheelt niet eens zo heel veel. Pieter Koopman. Halverwege is het dan 0-1. AFC was lange tijd ongeslagen op het eigen sportpark. Goed genoeg. Maar in 2016... gaat het een stuk minder. Bosma. Koen Bosma met een aardige bal. Dat scheelt niet zo heel veel. Dat is bijna de gelijkmaker kort na rust. 64e minuut van de wedstrijd. Daar laat Hercules weer wat van zich horen via Burgers. Met de voorzet en Fonfiel daarbij de eerste paal. Een scrimmage. Galata erbij. Uiteindelijk loopt het allemaal goed af voor de ploeg van trainercoach Bart Loggies. Die de titel natuurlijk uit het hoofd heeft gezet. Maar het gaat nog wel om een plek bij die eerste zeven plaatsing voor de tweede divisie. En daarvoor heeft AFC punten nodig. Maar weer is het Hercules. Weer is het Hercules. En weer is het een doelpunt. En die komt op naam van Thomas Reinaars. En die viert dat uitbundig en geeft hem ongelijk. Dekking niet goed verzorgd bij AFC en Reinaars duikt daar zomaar op. Jansen te laat. Chakison kan er geen been tegen krijgen. En dan is het 0-2. Hercules speelt eigenlijk nergens meer om. Hoeft niet te vrezen voor degradatie. Komt niet meer bij de eerste zeven in de topklasse. Maar lijkt zo AFC wel drie kostbare punten af te snoepen. Want dit, ja, dit is dan nog een van de weinige gevaarlijke momenten van de kant van AFC. Schot nog van Burgers in de slotfase, maar het wordt 0-2. AFC verliest van een efficiënt Hercules.